We hebben vannacht rond 1:00 of 2:00 een melding gekregen van een explosie. Dat bleek in een woning te zijn. Door die explosie is de achtergevel van de woning er compleet uitgeslagen en de voorgevel van de woning is ontzet. Dat betekent dat de woning nu dus ook instabiel is. Er is in korte tijd ook brand geweest en dat is nu wel onder controle. Er zijn een aantal woningen ontruimd naast de woning waarin de explosie geweest is. De bewoners van die woningen die kunnen of zelf onderdak zoeken of die krijgen onderdak via de gemeente en worden opgevangen natuurlijk. En dat is natuurlijk een grote schrik als dat naast je huis zomaar gebeurt midden in de nacht. Zijn er gewonden? Voor zover weten zijn er op dit moment geen gewonden. Wij kunnen alleen de woning op dit moment niet betreden. Dat is structureel op dit moment niet veilig voor hulpverleners om naar binnen te gaan. Dus wij weten niet of er zich nog iemand in de woning bevindt. We weten wel dat omwonenden vlak na de explosie iemand hebben zien weglopen die gewond leek. Die persoon hebben wij nog niet gesproken, dus daar zijn we naar op zoek.